Dames en heren, hartelijk welkom bij V75, de voorbeschouwing en samenwerking tussen Trotter en Z-Turf. En niet in de laatste plaats bedankt aan de techniek van firma Brood Nodig. Een extra uitdaging deze editie, want Tim is niet bepaald naast mij, Tim. Je bent ver weg. 10.000 kilometer. 10.000 kilometer. En het weer is fantastisch. Ja, vandaag 38 graden. De rest van de week iets wat minder. Veel regen, maar wel warm. Maar het is fantastisch hier. Heerlijk. Nou, hier dreigt de wereld te vergaan. Ja, maar dat is ook maar een dagje. gaat Wolf... ik las een Wolf, gaat wel door. Dus... Gaat zeker gebeuren, Tim. Hey, we gaan naar het eerste V75 onderdeel kijken. En dat doen we aan de hand van een tweetal fragmenten. Komt een oude bekende naar voren, Secondary Stall. Wat wil je daarvan laten zien? Nou, het is ook deze koers is een bandenstadkoers. De fragment wat ik heb laten zien is ook een bandenstadkoers. En daar komt hij met nummer 11 na de eerste hoek aan de kop. En daar gaan we een filmpje van zien. Want hij vliegt uit het band weg. En ik denk dat hij de kop gaat krijgen in deze koers. En dat hij dan de eerste kans heeft. Ja, hij is het paard dat helemaal links naar voren kwam. Moest dus meters geven aan de koppaarden. Maar daar komt hij aan in het derde spoor. En dan heeft hij eigenlijk vlak voor de eerste bocht al de tweede plek te pakken. Uiteindelijk stoomt hij dan ook nog door. Mag hij de leiding overnemen. Ja, en deze keer met springspoor vanuit het eerste band. Tim, moet er toch een goede mogelijkheid op koppositie liggen voor hem? Nou ja, daar ga ik een beetje vanuit dat hij aan de kop komt. De enige die hem daarvan af kan houden zijn is Kahu, de 1. Maar ik denk niet dat hij gebaat is om de kop te houden. En dan is Secondary Stall echt een hele grote kans hebben om deze koers te winnen. Maar goed, ik heb hem al een keer eerder gezegd dat hij de kop gaat krijgen. En toen sprong hij die achter de auto, dus... Maar ik ga ervan uit dat hij de kop krijgt. En dan is het misschien wel Spets of Sloet. Ja. Maar dan, zijn eerste uitdager is Ossie's Melody. De laatste keer een hele goede koers op de baan van Sofala. Begon daar met nummer 12. Vandaag ook nummer 12. Alleen die keer was het oud. En ook daar heb ik een filmpje van. Gaan we even naar kijken naar Ossie's Melody, paard nummer 12. Let even op het buis van Erik Adielson. We gaan het aan de hand doen van een startfragment en de finale fase. En die... hij komt één laatste paard te liggen ongeveer. Ossie's de blauwe Melody kleuren ligt, met de witte spatborden. Ja, inderdaad, met die witte spatborden. Nu zeg maar laatste paard. In het derde spoor. Al met al geen gelukkige beginfase voor dit paard. Moet dan heel veel goed gaan maken. En laat dat nou precies zijn wat hij gaat doen. Want hier zien we dus het volgende fragment. En daar is hij inmiddels op magistrale wijze naar voren gekomen. Om uiteindelijk ook een prachtig eindschot te laten zien. In het buitenste spoor komt hij daar die paarden nog voorbij. Ja, al met al een prestatie waarvan je mag zeggen... ja, dit is er eentje om serieus rekening mee te houden, Tim. Ja, dat denk ik zeker. Het is een vrij open koers. Alleen het enige met Ossie's Melody... ik weet niet of hij echt alles zelf kan doen. Maar ik ga ervan uit dat eentje hem gaat brengen. Of dat Crazy Candy wordt of Correct WF. Dat zijn de nummers 2 en 5 in deze koers. Die staan ook allebei op 16-17%. Is een vrij open koers op 4 paarden die gelijk aan de procenten staan. Maar mijn grote voorkeur gaat uit naar Secondary Stall. Aan de kop, Spets of Sloet. Ja, heel mooi, Tim. Wat er ook gaat gebeuren in dit eerste onderdeel. Er gaan ontzettend veel tickets sneuvelen. Ja, precies. Ook een 8 Empty Poirier, Empty Montpellier en Delight voor het moment. Kunnen we met een hele goede koers deze koers winnen. Maar in ieder geval, we gaan 84% sneuvelen. Het tweede onderdeel vraagt onze aandacht. En gelet op de procenten, Tim, toch weer een tamelijk open aangelegenheid. Jij hebt twee fragmentjes klaargezet met paarden die we even extra in de gaten moeten houden. Ja, ik denk een open koers weer. Hetzelfde als de eerste koers. Ook hier gaan we weer een hoop sneuvelen. En toen kwam ik op twee paarden uit die mij... in mijn gevoel de eerste kans hebben. Maar ja, goed, er zijn nog 3-4 paarden die de koers ook kunnen winnen. En het eerste fragment is van nummer 5, Bank Blow. En daar gaan we nu even naar kijken. Bank Blow met Klaas Geuström. Je moet me even mijn geheugen opfrissen. Die heeft volgens mij de kop, Tim. En dat maakt hij makkelijk af, hè? Ja, hij heeft nu de kop.
En de manier waarop hij wint is vrij makkelijk. Hands down noemen we dat. En zie je mogelijkheden dat hij ook nu de kop gaat nemen? Ik denk dat hij het in ieder geval gaat proberen, want de nummers 1, 2, 3 en 4 zijn niet supersnel. En misschien wel gebaat om sowieso de kop over te geven. Adlan Mok is zeker niet snel genoeg nummer 1. De enige die snel genoeg is Bossebi. Maar ik denk niet dat Bossebi de kop wil houden. Het enige gevaar die wel heel hard weggaat, is Keykeeper. En daar hebben we ook een filmpje van. We gaan even kijken naar Keykeeper, paard nummer 7 in het tweede onderdeel. Heeft hier nummer 2 achter de auto. En met dezelfde piqueur, Victor Luik, Liek. Ja, en die kan zeker goed vertrekken achter die auto vandaan, dat is wel duidelijk. Geeft hij wel vrijwillig de kop af. En in mijn beleving, als we zo meteen naar de finish gaan, zit hij daar nog steeds. Nou ja, ik denk dat hij eigenlijk veel te vroeg de kop overgaf. Want als hij niet de kop had overgegeven, had hij waarschijnlijk gewonnen. Dit was ook een V75 koers. Ja, 9 ponds lassen geloof ik, hè? Goed paard. En alles over. Ja. En hij zit daar vierde paard aan de binnenkant. Ja, hij wilde wel overheen. Eigenlijk een ideale generale repetitie, of niet, Tim? Nou, eigenlijk niet. Want hij heeft daarna nog een koers gedaan. Oh. Dat was ook een 300.000 euro koers. 300.000 Zweedse kronen koers. Op z'n vallen. Daar was hij favoriet op een procent in de V75. En toen reed hij zo hard weg. Toen sprong hij van start af. Dat is... Ik denk dat ze nou iets minder voorzichtig hadden weggaan. Maar wel gaan proberen om aan de vijf ook bij te komen. Bank Blow. En als Keykeeper de kop krijgt, is Keykeeper ook moeilijk te kloppen. Ja. Denk ik. Ja, ik voorzie dan wel een scenario waarbij jouw twee paarden op elkaar misschien van start af wel heel pijnlijk moeilijk gaan maken. Nou ja, ik hoop dat een van de twee net iets sneller is dat de ander erachter komt. Het rare is, op dit moment in de procenten is Parveni favoriet, nummer 9. En de laatste keer dat Parveni en Keykeeper tegen elkaar liepen, was Keykeeper veel zwaarder favoriet. En ik denk nu toch echt dat de nummers een beetje meespelen. Dat Keykeeper favoriet, of dat Parveni favoriet is over Keykeeper, omdat Keykeeper nu nummer 7 heeft en Parveni nu nummer 9. En de vorige keer had Keykeeper 2 en Parveni 12. Maar mijn gevoel, als je een klein ticket maakt, Bank Blow, Keykeeper en Parveni, ben je op zeker door. Het derde onderdeel, paarden die we goed kennen, Tim, mag je gerust zeggen. Eén daarvan is Tale of Jacks en daar heb je een eerste fragmentje van klaarstaan. Wat wil je precies laten zien van Tale of Jacks? Nou ja, ik denk dat Tale of Jacks hier het paard gaat zijn die zeker aan de kop komt. Dat gaan we ook zien op het filmpje wat er nu in beeld komt. Tale of Jacks is startsnel. Nummer 1 heeft hij hier. Ja. En dan gaan we zo dadelijk ook naar de eindfase van deze koers, Tim. En heeft hij hier een pittig duel met die nummer 8. En die nummer 8 die blijft eigenlijk permanent naast hem liggen. Ja, en dan vond ik toch, in de laatste bocht neemt hij straks afscheid. Dat gaan we nu zien. Dan denk je, hij wint het makkelijk. Maar ja, dan komt zo'n 8 toch nog wel gevaarlijk dichtbij, hè? Ja, natuurlijk. Het was ook ze hebben allebei heel veel gedaan. En hij is een beetje makkelijk naar de finish, denk ik, Taylor Jacks. Maar ik ken ook de Taylor Jacks, als hij van een rug afkomt, dat hij wel heel veel speed heeft. Ik denk zelf dat deze koers, de rijder van Taylor Jacks, Peter Eriksson, al dacht dat hij er was. Mm-hmm. En het paard ook niet meer op te snel aanspoor, dat hij een beetje uit liet lopen en pas 40 meter voor de finish in de gaten kreeg. Dat hij misschien wel geklopt kon worden. Maar de manier waarop hij van start af ging en wanneer erop dat hij het afmaakte in 11... Dan moet je hier een eerste kans hebben. En helemaal omdat zijn grootste tegenstander, Phoenix Photo, en die wordt zwaar en zwaar favoriet, nog nooit over de mijl heeft gelopen. Nee, dat is misschien niet zijn afstand, Tim, maar je hebt twee fragmenten van hem klaargezet. Die laten we achter elkaar doorspelen. Die overwinning was natuurlijk wel bizar goed, hè? Ja, goed. We zien hem van start af gaan dat hij ook redelijk kan beginnen. Het is Urien Tjusselen, dus veel sterker. Van links, ik denk eigenlijk... En die krijgt eigenlijk in de beginfase maar moeilijk positie. Moet hier het bochtje toch in het derde spoor ronden. En die rijdt dan maar door naar het dode spoor waar hij vrijwillig gaat zitten.
In principe dus een beginfase waarbij menig paard in de eindfase tekort zou kunnen komen. Maar in geval van Phoenix Foto was dat de laatste keer niet aan de orde. Nummer 9 natuurlijk op zich met zo'n Chilstrom wel een fantastisch nummer in de koers van deze keer. En dan komen we hier in die laatste rechte lijn en dan heeft hij de koploper al op de knieën. Zitten er toch wel lekkere paarden erachter die het kruid droog hebben kunnen houden. Maar hij is ouderwets goed hoor, Tim, die Phoenix Foto. Ja, het is gewoon verder het beste paard van de koers helemaal. Omdat ik denk dat zijn grootste tegenstander, Eddie West, gewoon echt heel teleurstellend was de laatste keer in de finale in Savala. Geen moment van het paard wat het de keer ervoor was. Dus ik denk eigenlijk dat je als je Phoenix Foto en voor de verzekering Tale of Jacks meeneemt, dat je heel ver bent. En als je nog een groter budget hebt, neem je ook Eddie West. Maar ik denk eigenlijk als je Phoenix Foto op zijn laatste koers afneemt, gaat, dan dat zeker de winnaar is. Ja. En dan is Phoenix Foto de mooie banken van de dag. Want jij bij Eddie West het gevoel dat de vorm weg is? Ik denk dat het seizoen een beetje te lang is geworden voor Eddie West. Moet ik wel zeggen, dat het is wel typisch een Eddie West koers. De ene keer is hij heel goed en de andere keer is hij slecht. En hij was de laatste keer slecht, dan zou hij waarschijnlijk nu weer heel goed zijn. Dus als er een beetje mogelijkheid is om hem mee te nemen, toch maar gewoon doen voor de zekerheid. Zeker, maar ik denk eigenlijk dat je met Phoenix Foto en Tale of Jacks gewoon zeker bent. Onderdeel 4 vraagt onze aandacht. Een volle bak, 3 banden, 15 paarden. Desalniettemin, Tim, een torenhoge favoriet. Fabulous Pellini, paard nummer 8. Hebben we een fragment van klaarstaan. Ik wist niet wat ik zag eigenlijk. Maar laten we vooral even met z'n allen gaan kijken. Hier zitten ze achter de auto. Ja, dit... En dan is hij rustig weg, hè? Het is het 3 na laatste paard op dit moment. Hij heeft nog een moeilijk moment. Dus scheren paarden vlak voor hem langs. Hij is nog wel redelijk trouw ook. Wel het bit aardig vast. Maar hij komt daar 1 na laatste paard aan de buitenkant te liggen. En dan komen we zo dadelijk in de laatste bocht. En laatste einde overzijde, nummer 9. Ja, en wat hij dan gaat laten zien, dat is toch wel heel weergeloos. Dit is het moment dat het vierde spoor wordt gekozen. Ja, het is een... Ik vind dit zijn paarden naar mijn hart, Tim. Ja, een geweldig paard van Fabulous Pellini. Kwam de eerste keer uit. Heeft de stal van Sven de Bad verlaten. Kwam de eerste keer uit bij Daniel Weijersten. Daniel Weijersten, een mannetje met heel veel goede paarden. En die ook zo'n paard echt deze nog een klasse beter heeft gemaakt. Ja. En ik denk dat dit ver en ver weg. Helemaal uit de tweede band. Met voorsprong op Quassia. Het paard van de koers moet zijn. Ja, er staan natuurlijk allemaal 6 paardjes in de band, dus het is geen extreme drukte. Moet daar goed weg kunnen lopen. 56% op dit moment, toch aan code 361, dat zegt nog niet zo heel veel. Maar vaste winnaars in dit soort koersen bestaan volgens mij niet. Nee, zeker niet. En helemaal niet met het paard waar wij het zo het tweede fragment van laten zien, Quassia. Ik moet wel zeggen, de laatste keer was Quassia niet het paard wat hij ervoor was. En de trainer had ook daar gezegd dat hij niet optimaal kon trainen die keer daarvoor. Maar ja, dat hij dan een fout van start maakt, dat heeft niks met trainen te maken. Maar hij is de laatste keer natuurlijk niet in beeld geweest. Maar de keer daarvoor, en het filmpje gaan we nu even instarten, was Quassia weergeloos. Ja, we kijken naar de nummer 13 van deze ronde. Hij had hier ook een hoog nummer. Nummer 12, meen ik, komt daar nu het vierde spoor in. Hij had een indrukwekkende tussensprint plaatsen. Had dus al die maximaal aantal meters moeten geven aan die paarden. Ja, eigenlijk zoeft het paard eroverheen. En dan kom je op een gegeven moment in de eindfase. En het wordt maar niet moeilijker. Het gaat met heel veel vertoon van macht naar die laatste meters toe. En Quassia was hier inderdaad, Tim, weergaloos. Dan is de grote vraag, kan hij die meters goed maken op een paard als Fabulous Pellini? Nou ja, ik ga ervan uit dat hij een klein beetje hetzelfde gaat doen als de laatste keer dat hij vroeg gaat oprijden. Maar ik denk dat Daniel Weijersten dan ook wakker genoeg zal zijn om gelijk op te gaan. Want ik denk dat de paarden in het eerste band op Vroken Freken, nummer 4, Orient Puurstroom naar, dat is het derde favoriet, helemaal niks bijzonders is. En Vroken Freken kon de laatste 3 keer niet hard draven. Dat was gewoon echt heel slechte prestaties. Lammer, slecht draven. En ik vind hem ook vrij dapper dat hij met Vroken Freken in zo'n koers zou starten. Maar goed, die heeft weer het voordeel van Orient Puurstroom. Maar ik ga ervan uit dat we een one horse show krijgen. Fabulous Pellini, mocht hij falen, win Quassia. Dus wel 2 paarden, klein, simpel door.
Ik heb wel één klein puntje van zorg, Tim. We moeten wel delen met een hoop mensen. Ik weet, jij speelt wat je ziet en je gaat niet zoeken naar mogelijkheden om een klapper te maken. Maar het gaat nu nog niet veel brengen zo, hè? Nou ja, maar op het ticket straks ga ik wel proberen om wat te verdienen. Alleen, je moet er zeker door zijn, want ik denk dat je in alle andere paden zeker 7, 8 paden nodig hebt. Dus je moet ergens wat zoeken om makkelijk door te komen. En dan is het onderdeel 4 en 5 de ideale koers ervoor. Duidelijk, Tim. Het vijfde onderdeel is voor de koudbloeds. En daar vinden we ja, misschien wel de banker van de meeting, Tim. Procent technisch gezien. In de vorm van Belfax, heb je nog nachtmerries van hem? Dat je hem de laatste keer een beetje had onderschat? Nou ja, nachtmerries niet. Ik wou er gewoon toen, omdat je, nou ja, wat jij eigenlijk net al aangaf, koers voor. Het moet wat brengen. En ik geloofde niet dat die koudbloeds over 6 of 9 meter, 20 meter goed konden maken. Maar ja, dus sprongen we een paar in de eerste band. En toen lag Belfax al maar 300 meter gewonnen in de koers. Ja, toen wist ik ook wat mijn ticket fout zou zijn. Maar de Belfax van de laatste keer en de voorlaatste keer was echt een hele goede Belfax. En ik denk ook echt dat Belfax misschien toebehoort tot een van de beste koudbloeds van de tweede. Ja, we gaan maar even naar hem kijken en dan hebben we daar ook een beeld bij. Ja, hier heeft Belfax inmiddels de koploper op de knieën. En ja, dat was die koers waar hij eigenlijk gemakkelijk de overhand neemt. De piqueur van dienst hoeft daar eigenlijk nauwelijks wat aan te doen. Houdt hem een beetje wakker en dat is voldoende om dit veld zijn wil op te leggen. Belfax dus, volgens Tim een van de beste koudbloeds momenteel in Zweden. Staat erbij, is terecht groot favoriet. Maar volgens mij heb je er eentje op de korrel die hem aardig partij kan bieden. Nou ja, goed, je moet zoeken naar eentje die een partij kan bieden. Omdat als je een slechte dag hebt, dan komen drie paden in aanmerking. 1, Don Viking. Dat is nummer 2 in deze koers. 6, Christel Odin. En nummer 10, Thor Solen. En dat zijn ook weer precies de drie paden die op procenten vlak bij elkaar staan achter Belfax. Maar Don Viking, mooi nummer. Eerste kans, en daar hebben we ook een filmpje van. En die gaan we nu zien. Maar moet ik wel zeggen dat Don Viking hier normaal tweede was geworden, omdat Belfax weer aan de trek ging. Ja, nou ja, Belfax inderdaad heeft hier de leiding. Het paard dat nu naar het derde spoor komt, dat is die Don Viking. En ja, die geeft hier dus maar aan dat Belfax en Don Viking elkaar absoluut niet veel toegeven. Ja, en dan heb je 10% tegen 64%. En dat is toch wel een verschilletje. En kijk hoe die Don Viking inloopt op Belfax. Die komt dan met elke stap dichterbij. En komt dan op de finish er schuin naast. En gaat inderdaad Belfax als winnaar door het stek. Maar ja, dat doet hij ook niet uit luxe. Tim? Ja, nou ja, dat is zijn laatste overwinning. Dus jij gaat net ook al aan, hij spoort hem niet aan. Ik denk dat je hem ook niet kan aansporen. Nee. Dat hij maar een beetje, hij moet hem echt dragen naar de finish. En met het dragen, ja, dat is ook wel een keer dat het fout kan gaan, maar ik denk eigenlijk dat Belfax gewoon het te kloppen paard wordt voor die anderen. Don Viking, Christel Odin en Thor Solen. Als je grote tickets, dan heb je die drie ook mee. Maar ik denk dat een hoop mensen deze proef Belfax gaan banken. Doe je dat niet, heb je ze alle 4 nodig. En dan zit je pot en pot dicht. De 2, de 3, de 6 en de 10. Precies. Onderdeel nummer 6 vraagt onze aandacht. En Tim heeft hier zijn banker van de week. En dat is een brede smile van de piqueur van Anchorman, Urjan Tielström. En ik denk dat dat misschien wel is, Tim, wat hem voor jou zo ongelooflijk interessant maakt. De toppiqueur uit Zweden achter dit fantastische paard dat in topvorm is. Ja, het is een paard, echt een heel goed paard. Alleen een paard wat bijna nooit wint. Hij is heel vaak tweede. En het zit hem ook eigenlijk niet altijd mee. Voorlaatste start, lekker band. De laatste keer met zijn handen vol op de rug van misschien wel het betere paard. Keer daarvoor een ongelukkige galopade. Ja, het zit hem eigenlijk nooit mee. En het filmpje wat we nu gaan zien was van de laatste keer. Waar hij een hele goede indruk maakte. Dat hij leek alles over te hebben op de rug van de koploper. En het filmpje gaan we nu zien. Ja, de koploper die wint daar sterk. Fris mijn geheugen nog eens even op. Wie was dat ook weer? Was dat Champlain? Thank you.
Anyway, daar komt hij echt Chamberlain aan de top. Vol achter binnen. Ja, af en toe op 10.000 kilometer, Tim, wil de connectie nog wel eens jou stilzetten? Je hebt niet de meest fraaie pose op dit moment, maar je kan ons wel horen nog, hè? Ik hoor jullie heel goed. Ja. Maar een Anchorman, in deze koers over de lange afstand, 3100 meter. Ik denk dat Anchorman alles kan. En ik hoop eigenlijk dat Kielström ergens naar 1000 meter bedenkt. We rijden rustig naar voren. We rijden rustig op. En ik mag dat ze ongeveer halverwege de koers de kop over mogen rijden. Want ik denk dat dit verder het beste paard van de koers is. Ja, toch heb je er nog één gevonden en dat is Huddlestone. Daar wil je wat van laten zien en wat over vertellen. Paard nummer 8. Ja, Huddlestone natuurlijk ook een heerlijk paard. En stadsnel. En ik denk eigenlijk dat Huddlestone de kop overgeeft. En dat is juist precies het enige paard wat ik denk dat niet de kop over gaat geven aan Anchorman als Anchorman komt. En dan wordt Huddlestone de eerste uitdager. Want die heeft de andere paard allemaal een keer geklopt. En Huddlestone, daar hebben we nu een filmpje van. Die gaan we nu even zien. Daar heeft Huddlestone de kop. Die gaan we nu zien. Ja, komt de laatste rechte lijn in. Piqueur maakt er echt een showtje van, want hij heeft het veld op de knieën gekregen. En ja, wint hier met toch wel veel vertoon van macht, om het maar weer een keer te zeggen. Met een lengte of 4 op de concurrentie. Een sprint op peloton dat niet in de buurt komt bij deze Huddlestone. Die dan ook nog eens, Tim, als voordeel heeft denk ik dat Chestnut Ball hier geschrapt is, paard nummer 1. Dat maakt dat hij nog van start af nog een plekje naar binnen is. Zeker, daarom. En helaas een sneu moment, want Chestnut Ball gaan we ook nooit meer zien. Oh. Chestnut Ball heeft van de week in de training zijn voet gebroken. Ai. En helaas is de ellende van Robert Berger niet over. En hij heeft hem in moeten laten slapen, want het was geen redder meer aan. Zo, ja, dat is pittig nieuws, Tim. Ik zit wel even naar die koers te kijken. Ik zie wel een heleboel bekende paarden die toch met de juiste trip wel heel gevaarlijk kunnen worden. Jacoby Keeper en Def Definitief. Ja, het enige wat een beetje tegenvalt van Jacoby Keeper, dat hij de laatste keer in de koers van Huddlestone een hele mooie koers kreeg en gewoon niet goed genoeg was. Nee. Def Definitief moet het hebben van een hele harde sprintkoers. Maar er zijn nog twee andere paarden, die vind ik nog gevaarlijker. 1. Axel Brown, 3%. Voor mij ongelooflijk laag. Axel Brown, 3%. En Djokovic. Djokovic, het ideale paard over 3100 meter. Hoe langer, hoe beter. Voorlaatste keer geklopt door een echt gewoon goed paard. Maar ik hoop eigenlijk dat Urjan alles gaat maken met Anchorman. Dat Anchorman eindelijk zijn eerste overwinning krijgt die hij verdient. En dat is een hele mooie banker van de week voor. Ja, sluit ik me volledig bij aan, Tim. Ik hoop dat jij daar het juiste gevoel bij hebt. Anchorman, banker van de week van Tim Woutstra. We gaan besluiten met het zevende en laatste onderdeel. Een mooie gouden divisie. Ook een tamelijk open gouden divisie, Tim, zo op het eerste oog. Ja, ik denk een hele moeilijke gouden divisie. Met misschien wel 8 kanshebbers voor de winst. En misschien wel 10. Een zeer open koers. En wie Blade Guest de laatste keer gezien heb, zou denken dat Blade Guest misschien wel de winnaar van de koers is. En daar hebben we nu een filmpje van. Dat gaan we nu even zien. Waar hij de hele weg in het derde spoor zit. Ja, was met de trainer, meen ik, op de zulke. Ja, een ongelukkigere koers kan je niet krijgen. Hij zit hier in het derde spoor. Nou, er komt weer een bocht aan. Dan is hij ook nog van nature wat lui, wat flegmatiek. En hij wil dan moeilijk die paarden voorbij lopen. Ja, dan, het vervolg is dus echt een onmogelijk parcours tegen de gouden divisiepaarden in Zweden. Dat valt niet mee. Uiteindelijk heeft hij dan toch nog steeds het derde spoor niet verlaten. En kijk eens even wie er Warempel eigenlijk nog als beste van allemaal binnenkomt. Dat is Bleduger. Die heeft hier gewonnen spel. Totdat er een sesam open nu aan de binnenkant verschijnt. En er een paard, Hazard Boko, nog net op de streep zijn neus aan het venster steekt. Maar deze koers van Bleduger, Tim, was abnormaal goed. Nee, echt een hele goede koers van Bleduger. Ik moet wel zeggen dat er in deze koers bijna alle paarden liepen. Of een heleboel van die paarden die vandaag ook weer gaan zien. Disco Volante, handen voor binnen. Miracle School. Kwam vanaf de laatste plek. Gewoon heel goed naar de finish. Global Adventure was die dag de mislukkeling van de dag. Ja. Hij reed vol gas weg. Reed naar de kop en keeperde helemaal om. Maar er was nog één paard. En dat is Spickleback Face. En die moest, na bleef ik eens, misschien wel het meeste doen. We gaan dus gewoon nog een keer hetzelfde fragment bekijken, Tim.
Spikkelbeek Face. Ja, nou ja, hier... goed, soms omdat je sommige paden... Ja, nee, ik snap hem helemaal. Gaat hier het veld voorbij, in het vierde spoor zelfs, om zich zo dadelijk naast de koploper te nestelen. Die koploper die dus tegenviel dan die dag, die Global Adventure. Maar vlak hem niet uit, hè, want de keer daarvoor kwam hij natuurlijk wel met een verschrikkelijk eindschot. Ik denk dat Adielson hier wel van geleerd heeft, hè? Ja, ik ga er dus vanuit dat hij gewoon niet naar de kop gaat, Global Adventure. Dat Milligan School waarschijnlijk of Selma IH aan de kop gaat komen. Mm-hmm. En dan is Global Adventure natuurlijk er heel mooi erin. En dan heeft hij met zijn speed wel een eerste kans. Wordt hij ook gevaarlijk. Spikkelbeck Face hield het lang vol. Op de laatste meters komen er dan een tweetal paarden of een drietal paarden overheen. Loopt desalniettemin een wereldkoers. Die staat maar op 4%. Het paard staat echt voor een overwinning, hè? Ja, het is mij een raadsel hoe zo'n paard op 4% kan staan. Want ik denk dat hij was zeker 12, 13, 14, 15 had moeten staan. Want hij was eigenlijk gewoon na Blade Guest het beste paard van de koers. Waarbij zeggen dat een paar paarden gewoon ook tegenvielen en een paar paarden aan de binnenkant gewoon echt vast zaten. Maar ja, het is echt een heel vrij moeilijk V75. Blade Guest niet staat snel, zal onderweg op moeten rijden. Gaat Spikkelbest voor hem uit. Ja, ik denk dat je gaat afsluiten. Ik ga afsluiten voor het spel met een hoop paarden. En dan wil ik eigenlijk alleen Donna's M en Disco Volante niet meenemen. En dan neem ik Disco Volante niet, omdat het 2600 meter is. En dat is ook aan de verre kant. Krijg je weer ruzie met je moeder, hè? Want die vindt dat een fantastisch paard. Nou ja, die heb ik wel vaker gehad. En Disco Volante, ja, ik zie hem niet over 2600 meter. Maar het wel in die koers die wij net gezien hebben. Alles over. Uh-huh. En dan hebben we het helemaal niet over Stolde Show gehad. Stolde Show is van stal veranderd. Van Lindgren naar Frode Hamre. En won zijn laatste vier starts. En alle vier heel makkelijk. Dus ik vind de laatste afdeling misschien wel het moeilijkste. En ik ga dus met een hoop paarden. En dan geen 10 en 12. En de rest staat er wel op. Mooi, Tim. We gaan eens even kijken hoe jouw tickets eruit zien voor deze week. We beginnen met het groepsticket van €270. Waar Belfax en jouw banker van de week prijken. En hierin hou je woord met veel paarden in het laatste onderdeel. Ook in het eerste onderdeel ga je breed. Het is een ticket om te spelen met een groepje. Bijvoorbeeld met z'n tienen. €27 de man. En echt wel een mooie kans om hier een mooie uitbetaling uit in de wacht te slepen. We gaan nog even naar een golden ticket. Dat is voor als u liever alleen opereert. En Tim heeft hem deze week ontzettend goedkoop gehouden. Dat golden ticket, als we die ook even in beeld kunnen krijgen, dan zien we €19,20. Met dezelfde twee bankers, maar her en der wat paarden eraf gegooid. Ik heb zomaar het gevoel, Tim, dat jij bij dit ticketje van €19,20 een heel goed gevoel hebt. Ja, nou ja, we kunnen dat voor onze grote weggroep dat ticket natuurlijk 130 keer spelen. Maar ja, dat is een beetje overdreven. Maar ik heb ook een zeer goed gevoel bij het kleine ticket. En ik weet zeker dat mensen teken aankomen en ingaan. Alleen, ik vind in ieder geval dat het paard een overwinning verdient. En met Orian een ideale koers ervoor. Maar succes allen. Ik ga jullie weer verlaten. Dankjewel, Tim. Logie bedankt. Maak je even een bommetje voor ons? Ik ga genieten van de zon. Maak even een bommetje in het zwembad. Dat vinden ze nou niet leuk, want het hele zwembad is vol. Hey, jongen, bedankt. Dit was hem, V75, de voorbeschouwing. Ja, op afstand. Ik hoop dat de techniek ons niet in de steek heeft gelaten. Vooralsnog zie ik tevreden gezichten bij de redactie. We hebben er het beste van gemaakt, gezien de situatie. En het is natuurlijk fantastisch dat Tim zin heeft om in zijn vakantie voor u toch in die velden te duiken. Om een mooie voorbeschouwing te presenteren. V75, de voorbeschouwing. Dit was hem. En heel veel succes met uw weddenschap. Thank you.